Hallo, ik sta hier in Alblasserdam bij de kwalificatieproef van de beste klussen van Nederland 2022. Hier achter mij zien we de kampioenen die er voortgekomen zijn uit alle vestigingen van Hornbach. En die zijn vandaag bij elkaar gekomen om te bewijzen wie de drie beste zijn voor de finale. Attentie, is iedereen klaar voor de start? 3, 2, 1, go! Let's cut the ball! Nou, hier strijden ze om, de gouden hamer. Die kunnen ze winnen als je de finale wint. En dat is echt een behoorlijk zwaar ding. Ik denk een kilootje of 40, 50. Dat ziet er licht uit, maar dat komt omdat ik gewoon fucking sterk ben. Iedereen gaat dus een katapult maken, maar iedereen maakt een eigen katapult. In de hoop dat die zo ver mogelijk kan schieten later op de dag. Hoe ver ga je komen? Nou, ik hoop in ieder geval vooruit. Waar ben je tevreden mee? Hoeveel meter? Ik moet maar kijken dat alles wat ik bedacht heb in theorie, dat het in de praktijk ook gaat werken. Die katapult moet een bal van 5 kilo zo ver mogelijk weg zien te schieten. Maar dat is niet alleen. Die mensen worden ook beoordeeld op vakmanschap en creativiteit. Even naar de jury. Het ziet er wel vrij indrukwekkend uit. Dit gaat goed, ja, zo te zien. Is er nu al wat te zien? Ik zie iedereen gewoon heel snel, een beetje paniekerig. Ja, je ziet een groot verschil. Je ziet een paar jongens echt heel rustig starten. Ja. Gewoon bedachtzaam op het gemakkie. Wat is beter? Ook, ja, dat bedachtzame word ik wel vrolijk van. Jij blijft zo lekker rustig, hoi. Ja. Hoe kan dat? Laat je niet gek maken, hè? Nee. Hey, wat is die aluminium strip daartussen? De geleiding. Wat voor geleiding? Minder weerstand. Dan komt een karretje in heen en weer te glijden. Dus ik denk, dan glijdt het beter. Die jongens, ze gaan steeds meer de hoogte in, hè? Ik begin me lichtelijk zorgen te maken. Jij hebt by far het hoogste bouwwerk. Ja? Ja, nou, dat is op zich wel mooi, toch? Want dan gaat hij ook harder. Dat denk ik wel, dat is wel het plan. Waarom hebben jullie het al 2 keer zo hoog gemaakt? Go big or go home. Kan niet, hè? Even. Moet iemand het goed is zo uitschieten? Wat probeer je te doen? Nou, die bak, zeg maar, dat is het contragewicht. Dat moet heel zwaar zijn. Ja. Je moet er bovenin. Ja, precies. Ja, bedenk je nu pas? Ja, eigenlijk wel. Jammer dan. Nog een half uur, dames en heren. Dit is wel een lekker tempo, hoor. Waarom werk je zo snel? Is dat een keuze? Sowieso. Alles moet af. Ja. En het liefst voor donker. Ja. Door dan. Hoppa! Jongens, zijn de meningen nog veranderd? Elke 5 minuten, man. Yes, lieve deelnemers, nog 10 minuten. 10 minuten gaan nog. Dit is lekker, hè, dat opspannen. Ja. Hier heb je het allemaal voor gedaan. Ja, zeker. Ben je al die uren keihard voor in het zweet aan het werken. Uitkijken, ik hoop dat hij het houdt. Ja. Ja, spannend, hè? Katapult. De jury is inmiddels naar binnen om in beraad te gaan om de 3 te kiezen die door mogen naar de finale van de beste klussen van Nederland 2022. Na lang beraad gaan wij als eerste kiezen. Het zag er groots uit. Het zag er goed uit. Hartelijk applaus voor Rutger Zwolle. Ontzettend creatief. Een hele relaxe manier van werken. De volgende finalist is Erik Zuidam.
De volgende en tevens de laatste finalist maakte het zichzelf echt wel moeilijk. Kijkend naar hetgene wat ingezonden was en wat er toch uiteindelijk daar stond. Een groot applaus voor Orlando. Nou, dit zijn de drie winnaars van de kwalificatieproef. En die gaan we terugzien in de finale. Tot dan, jongens. Gezellig. Come on, tie, yippee, yippee, yippee.